Ik ben Kurt Wendels, burgemeester van Engelmünster en ik ben begonnen aan mijn tweede legislatuur. Momenteel is Engelmünster een vrij grote bouwwerf. We zijn twee belangrijke projecten aan het afwerken. De Centrumbrug enerzijds en langs de andere kant ook een belangrijke invalsweg, de Oost-Roosbeekestraat, die momenteel in aanlegfase is. En we hopen tegen eind dit jaar daar af te klokken, dus om beide zaken quasi gelijktijdig te kunnen openen. En dat gaat opnieuw adem geven, denk ik, aan onze gemeente. Dus het is echt wel de moment om in de finale fase te komen en ik hoop tegen eind dit jaar de twee zaken te kunnen openen. Ja, want de mensen zijn die werken natuurlijk ook stilaan. Maar eigenlijk valt het nog wel mee, omdat iedereen ook wel de noodzaak aanvoelde van die werken. En we hebben eigenlijk ook op een vrij positieve manier continu er kunnen over communiceren. En de mensen begrepen het wel, het moest gebeuren. Het heeft een impact, het heeft overlast, maar al bij al zijn de mensen wel mee in het verhaal en wordt dat wel positief ervaren. We zijn nu bezig dus aan fase 2 van de dorpskernvernieuwing. De eerste fase was eigenlijk de herhaling van het Marktplein. De tweede fase is de nieuwe Centrumbrug. En binnenkort gaan we dan ook starten aan de derde fase. Dat is de vernieuwing van de stationsbuurt. In de brede zin van het woord. Dus niet enkel het station zelf, maar alles er rond. Tot eigenlijk de kanaalomgeving erbij. En dat staat op de planning om dat in de loop van de komende jaren te doen. En tegen eind van deze legislatuur zou dus fase 3 van de dorpskernvernieuwing moeten klaar zijn. Daarvan zegt de oppositie, ja goed dan wel. Maar dat staat al lang op de meerjarenplanning. Hebben ze niet wat nieuwe ambitieuze doelstellingen? Tuurlijk hebben we die. Allee, ik bedoel, enerzijds, die dorpskernvernieuwing staat inderdaad al lang gepland en het was ook wel nodig en we zijn blij dat we dat ook kunnen afwerken. Maar naast die grote projecten, allee, de middelen zijn ook niet oneindig, dus we moeten echt wel zien wat we doen. Maar vooral op het gebied van vrije tijd zijn er twee belangrijke uitdagingen. Enerzijds hebben we echt wel nood aan een extra zaaldeel voor de sport. En langs de andere kant, cultuur binnen het Engelmünster is reeds lange tijd vragen de partij voor een deftige zaal, een deftige accommodatie. En dat gaan we dus bekijken in een breder verhaal, in het verhaal van een huis van de vrije tijd. En die twee zaken, dus sport en cultuur, dat is dan ook van de belangrijke uitdaging voor de komende legislatuur. Maar ik denk dat het vooral dat is. We zitten echt wel gevrongen in die problematiek dus van overbezetting van onze zalen. Dat is ook niet echt een aanbod anno 2019 dat we dat niet echt meer kunnen bieden aan onze vereniging. En die twee zaken gaan we prioritair aanpakken ook in deze legislatuur. De kiezer heeft mij op 14 oktober een duidelijk mandaat gegeven om 6 jaar Engelmünster te mogen besturen. En ik ben echt niet van plan om in de loop van die 6 jaar de handdoek in de ring te gooien. Dus ik ga echt wel voor de volle 6 jaar. Ik ben dat verschuldigd aan Engelmünster, ik ben dat verschuldigd aan mijn kiezers. En ze kunnen dan, behoudens accidenten uiteraard, erop rekenen dat ik dat voor 6 jaar ga doen.